duidelijk omhoog kijken en proberen Europees voetbal te halen. Dat is dus uw persoonlijke doelstelling? Dat is mijn persoonlijke doelstelling, ja. Schuurman kan Siemer vinden en Siemer brengt een orgastische vreugde aan Nijmeegse kant. Boularus, Butter. Boularus en Hogendorp. Van Diemen. Verrast Gentenaar bijna. Die bal werd nog onderweg aangeraakt bovendien. Patrick van Diemen dus. De Graaf. Vrije schop werd snel genomen. En De Graaf vindt Putter. En Putter heeft... Ja, eigenlijk een schot van wint dit duel. En van Diemen jaagt de bal over. Aks genereert weg. En dat is een van de betere acties van NEC. In de extra tijd van de eerste helft. En Cornelissen, Hogendorp, goede redding, Gentenaar. Daarom word je dus keeper van het jaar. Hersi brengt de bal uiteindelijk. Aan de linkerkant is de ruimte, daar was Cornelissen helemaal vrij. Dat is niet gezien, maar misschien Hogendorp, die probeert het in de korte hoek. De Nooier. Hersi. En daar is de ruimte, maar de bal komt niet lekker voor Aks om hem in één keer te nemen. En dan kan Van den Berg de bal over het einde. De ingreep was goed van Van den Berg. Oost naar binnen, maar nu de uithaal met links. Die is prima, maar Gentenaar heeft een net voor. Oost raakt de bal niet goed. Petrov. Al lichtelijk geblesseerd, mag eraf, maakt plaats voor Sima. Toema. Al een aardig end in de blessuretijd, ook al bedraagt hij 4 minuten. Toema kan wel geven aan Schuurman, dat is geen probleem. Het was Sima die buitenspel stond. Dus Schuurman kan Sima vinden en Sima brengt een orgastische vreugde aan Nijmeegse kant teweeg. Het was een moment dat de defensie van RKC, omdat aanvoerder Van den Berg aan de kant verzorgd werd, niet goed opletten. Natuurlijk was het aan die kant geen buitenspel. Hersi. Het eindsignaal en NEC heeft de overwinning en heeft hier de volle buit weggehaald. De Nijmeegse vreugde is letterlijk grenzeloos. Wat een feest, Europa in. Ah, niet normaal, hè? Ja, ja. Niet normaal, hè? Het wordt nog wel eindelijk. Was er toch één vandaag? Dat... Nummer 18, Jelle Sima! Ik hem op zoiets eigenlijk, omdat ik wou ook een beetje aandeel hebben aan deze mooie seizoenen. Gaan jullie doen hoe het feest vieren? Ja, dat denk ik wel.